Ook na de plotseling ingetreden dooi blijft de situatie voor veel watervogels moeilijk. Zoals het in de natuur altijd gaat, sterven de zwakkere dieren. Maar zij dienen dan weer als voedsel voor de roofvogels. Overal in het land zijn leden van hulporganisaties in de koude periode erop uitgetrokken om vogels die aan het ijs waren vastgevroren in speciale vogelhospitalen weer op krachten te laten komen. Vooral veel meerkoeten konden op deze manier in leven worden gehouden. Evenals de mensen zetten ook de dieren zich vaak af tegen hun weldoeners. De vogelkliniek in Haarlem is gevestigd in een voormalige kas van de stadskwekerij. En wij troffen er naast meerkoeten, zwanen, reigers, eenden en meeuwen aan. Het bassin werd onder andere gebruikt door futen en zeekoeten, die hier over gebrek aan voedsel niet te klagen hadden. In de naaste omgeving van Haarlem werd bij het hulpwerk de brandweer ingeschakeld. Dat het maken en openhouden van wakken nuttig was, bleek uit de instinctieve reacties van de vogels. Op het hoogtepunt van de hulpacties werden dagelijks zo'n 1000 broden alleen al door het Vogelrampenfonds in Haarlem aangekocht en voor de vogels vermalen. Voor de oude broden, afkomstig van grote bakkerijen, werden prijzen betaald van een kwartje tot 40 cent per stuk. Het hulpwerk voor de watervogels zal nog doorgaan totdat het meeste ijs van kanalen en plassen zal zijn verdwenen.